Als je daar een half uur seks hebt, dan zie je inderdaad misschien 30 seconden, niet eens. Ja, en wat uitgezonden mag worden ook niet echt. Nee, ja, zolang je het altijd boven de dekens doet, wordt er inderdaad bijna niks uitgezonden. Oh, zolang je het dus boven de dekens doet? Ja. Maar ik heb jou in badkamers gezien. Ja, maar daar zag je niks. Nou ja, ik heb wel wat gezien. Denk want ik zie alleen je bovenlichaam en ik had een trui aan. Ja, maar je ziet wel... Wat zie je, Chris? Nou, je ziet alles. Je ziet, ik heb alles. Je ziet niet de hele... Hij had 5 keer teruggekeken. De hele penetratie of zo. Maar is dat dan een tip als je meedoet aan reality TV, dat je dan denkt, doe het boven de dekens? Nou ja, er wordt sowieso altijd wel wat uitgezonden. Dus als je dan het hele bedoeling boven de dekens doet, dan wordt het waarschijnlijk zo gecensureerd. Maar ja, in principe, als je echt voelie boven de dekens, dat mogen ze niet uitzenden, want ja, dan zie je alles. Ja, maar heel veel van wat ze laten zien is natuurlijk vooral de suggestie dat ze seks hebben.